Hoi, dit is Colette van Intuïtief Inzicht. Ik ga een dagvibe doen. En ik wil gaan openen met de opgestegen meesters. Prachtige kaarten. En ik wil eens even kijken wat hij te zeggen heeft. Welke boodschap komt hieruit van de opgestegen meesters? Prachtige orakelkaart. Kaarten, orakelkaarten. Welke kaart is voor deze dagvibe bestemd? Deze moet eruit. Wauw. Kies voor vrede. Kies voor vrede. En dat kan groot zijn, dat kan klein zijn. Het kan vrede zijn in jezelf. Het kan vrede zijn in een gezin, met je partner. Het voelt voor mij ook een beetje als rust. Als je vrede voelt, dan ben je ook rustiger. Dan kun je kalm zijn. Ik ga eens even kijken wat het boekje erover zegt. Kies in deze situatie de weg van vrede. Als je de verschillende keuzemogelijkheden en de verschillende mogelijke uitkomsten op een rijtje zet en daarover nadenkt, welke mogelijkheid geeft je dan het meest een gevoel van vrede in je lichaam en in je geest? Dat is je antwoord. Nou, en verder betekent deze kaart: luister naar de waarheid van je hart. Er is altijd een vreedzaam alternatief voor conflicten. Vreedzaamheid versterkt je energie en helpt je datgene wat je zo graag wilt werkelijkheid te doen worden. Mediteer en doe yoga. Dat is een manier om je innerlijke vrede te behouden. Wauw, ik vind het wel een hele mooie om de dagvibe mee te beginnen. En ik ben benieuwd of de legging ook aansluit. Wat er ook uit de legging komt voor vandaag. Het begin is goed en we sluiten ook gewoon af met deze kaart. Prachtig. Deze moet eruit. Wat is er voor de dagvibe? Wie moet dit horen? Kijk nou. Er is iets ongezonds. Er is iets ongezonds. Oh ja, dat wou ik nog even zeggen over de reading van gisteren voor de duo's. Dat die toch weer niet zo mooi in de camera zichtbaar waren. En dat lijkt dan wel als ik het opneem. En op het moment van publicatie dan lijkt het wel alsof het toch weer, nou ja, een beetje kleiner is. Sorry daarvoor, maar in ieder geval kun je het altijd wel goed horen. Ik probeer zoveel mogelijk erop te letten, maar het gaat niet altijd goed. Mocht je een persoonlijke reading willen, laat het me weten. Wat is er voor de dagvibe? Vrede sluiten met jezelf. Mooi, hè? Het klinkt ook acceptatie uit. Vrede hebben met jezelf. Het heeft te maken met accepteren, het heeft te maken met vergeven en ook met accepteren dat soms dingen niet anders zijn dan dat ze zich voordoen. Daar lopen we allemaal tegenaan. Het gaat er alleen om hoe ga je ermee om. Kijk eens, ik ben heel benieuwd. Er is een toxische, sprake van een toxische situatie. Ah, kijk eens, kijk eens. Wauw. Oeh. Ja. Er is sprake van een ongezonde relatie. En dat heeft in dit geval, in deze kaartenlegging, te maken met twee mensen die zoveel van elkaar verschillen. Dat zelfs de
de aantrekkelijkheid om hè, met een tegenpol te maken te hebben, dat het ook wegvalt. Het is te veel. Het is te veel. Het kan heel aantrekkelijk zijn om op iemand te vallen die tegenovergestelde is van jezelf. Maar daar hoeft het hem ook niet in te zitten. Het kan zijn dat iemand een totaal andere levensstijl heeft. Dat je continu in misverstanden zit. Dat iemand zich voortdurend moet uitleggen. Excuses voor het geboren en het gezaag. Dat zul je altijd net zien. Maar er is in ieder geval sprake van een ongezonde relatie. En het geeft ook heel duidelijk aan dat het belangrijk is dat je rust vindt en dat je naar de natuur gaat. Lekker tussen de bomen, lekker in de weilanden, lekker kijken naar de koeien. En ja, ik heb het gevoel dat chocola een heleboel kan doen. Maar waarom heb ik nou toch het gevoel dat er hier een teken is dat eigenlijk zuchtend de dag doorkomt omdat je niet weet wat zal ik doen? Hoe zal ik ermee omgaan? Eigenlijk trek ik dit gewoon niet meer. Ik heb het gevoel dat het ook al langer aan de gang is. En er wordt heel duidelijk gezegd, neem niet te snelle stappen. Rustig aan, stap bij stap, maar niet te snel beslissen in een emotionele bui. Dat is wat hier ligt. Doe het stap voor stap. Er is sprake van een ongezonde relatie en je weet het, je weet het. En de kaarten geven ook aan wat de kern van het probleem is. En dat heeft te maken met te veel verschillen, waardoor het niet meer fijn is. Ja, en dat kan zijn omdat het ook op grote onderdelen, grote, hoe zeg je dat, belangrijke stukken van het leven, dat het daarop verschilt. En als het in de basis niet gelijk is, ja, dan is het doodvermoeiend om te blijven praten. Dat is wat ik hier heel erg duidelijk voel. Je hebt chocola nodig. Kijk nou eens. Er is hier sprake van iemand die heeft onderdrukte gevoelens. Ik heb het gevoel dat er hier iemand is die heel veel wandelt, heel veel loopt, om te proberen om de stress ervan af te lopen. Hoe ga ik hiermee om? Wil ik hierin blijven zitten? Wat gebeurt er als ik wegga? Ik zou me bevrijd voelen, maar ik vind het ook eng. Want dan laat ik iets los wat ik al ken. En wat gebeurt er dan daarna? En wie garandeert mij dat het daarna beter wordt en dat ik niet weer in zo'n situatie beland? Het is een beetje gebaseerd op wat als, wat als. Je zult nooit weten wat er gebeurt nadat je iets loslaat. Maar het is ook niet de bedoeling om erin te blijven zitten. En er zitten hele tegenstrijdigheden. Want de gewenning, en dat proef ik heel duidelijk uit deze legging, de gewenning laat je daar blijven. Het is niet makkelijk en het kan ook zijn dat er gezamenlijke bankrekeningen zijn, dus materie, een huis. Het gaat gedoe opleveren, maar je wordt er niet gelukkig van en je onderdrukt je gevoel, omdat je namelijk helemaal, dat is wat ik hier zie, er is hier iemand die eigenlijk doodmoe wordt om zichzelf steeds weer te horen uitleggen. Het lijkt wel alsof de ander jou zo niet begrijpt of niet wil begrijpen, waardoor je eigenlijk jezelf aan het uitspellen bent. Ik wil een magische wegwijzer. Je moet jezelf steeds uitleggen om begrepen te worden. En dat, ja, dat breekt je op, dat breekt je op. En tegelijkertijd vind je het eng om een bekende situatie te verlaten. Aan de grond. Kijk nou eens, aan de grond. Die ga ik eens eventjes voorlezen. Even kijken. Aan de grond. Hij valt open in het boekje op deze pagina. Overgave en acceptatie zijn de sleutels naar vrijheid. Wauw. Wauw.
Hoe moeilijk het ook is om te accepteren, het lijkt alsof je op een punt bent gekomen dat je niet verder kunt gaan op de manier waarop je je dingen hebt gedaan. Dit slaat op wat ik net zei. Je hebt je al zo lang uitgelegd. Elke keer weer. Je hebt het gevoel dat je niet goed gehoord wordt, niet begrepen wordt. En het kan zijn dat die ander het werkelijk niet begrijpt. Of het gewoon niet wil horen en het daardoor ook niet kan proberen te begrijpen. Twee mensen die langs elkaar heen leven in de communicatie. Wauw. Misschien ben je spreekwoordelijk tegen een muur gelopen. Of heb je het gevoel dat je helemaal verdwaald bent en weet je niet welke kant je op moet. Je mag de dingen helemaal anders gaan doen om verder te kunnen. Je mag een nieuwe richting opgaan en een nieuwe strategie bepalen. Kijk nou eens. Het is een soort doolhof. Je komt elke keer weer op hetzelfde uit. En dat zei ik net ook al. Hè? Het heeft te maken. Ik denk dat er iemand is die heel veel loopt. Loopt, loopt, loopt. Maar je komt niet uit dat cirkeltje. De enige manier om eruit te komen is overgave. Accepteer de dingen zoals ze zijn en geef toe dat je geen idee hebt wat je nu moet doen. Terwijl je helemaal ontspant, verschijnt er als bij toverslag een trap die je door gelijktijdig optredende gebeurtenissen laat zien welke kant je op moet gaan om verder te komen. Wauw. De kaart aan de grond is een teken dat er een wonder gaat gebeuren, maar alleen als je alles loslaat. Wauw, lief teken voor wie dit bedoeld is. Het is zo mooi, hè? De opgestegen meesterkaart, kies voor vrede. Dit is hetzelfde als wat hier eigenlijk wordt gezegd in deze kaart. Het besef dat je er even niet uitkomt, omdat je in cirkeltjes denkt. Je denkt in cirkeltjes en dat weet je niet op het moment dat je opstaat en je gaat denken, weet je niet dat je alweer aan een cirkeltje begint. Maar uiteindelijk weet je weer van, ik weet niet goed hoe ik hieruit moet komen. Ik zit vol met tegenstrijdige gevoelens. En ik onderdruk mijn gevoelens omdat ik ze niet kan uiten naar de persoon waar ik mee te maken heb. Want diegene die begrijpt me niet, of hoort me niet, of wil me niet horen. Het heeft absoluut te maken met twee tegenpolen, maar dan wel op de meest uiterste manier. En ik heb geen idee met wie je te maken hebt en hoe die persoon in de wedstrijd zit. Maar het is voor jou vermoeiend. Je grijpt graag naar chocola. Dit is ongelooflijk. Ja, het is prachtig. En ik wil niet in de lessen terechtkomen of colleges gaan houden. Ik hou me aan de reading, maar het is aan de kaarten. Het is wat de kaarten zeggen en die kan ik intuïtief duiden en inzicht geven. Maar het is zo ontzettend duidelijk dat het heel erg belangrijk is wat er hier gezegd wordt in deze twee kaarten. Dat je weet, ik weet het even niet. En dat het dan misschien goed is om eventjes een pas op de plaats te maken. En even te weten, ik denk in cirkeltjes, ik kom er niet uit. En dan gaat de oplossing zich vanzelf aandienen. Dat is wat deze kaart ook heel duidelijk zegt. Er komt vanzelf een oplossing. Wat het dan ook is. Misschien is de persoon waarmee je te dealen hebt wel degene die het gesprek gaat openen. En misschien weet je het op een ochtend dat je opstaat opeens. Of komt er een mogelijkheid waardoor je denkt, ja, dit is wat ik ga doen. Nou, lieve tekens. Succes!